Mijn naam is Lisa Woe, ik ben 17 jaar en ik beoefen de sport karate. Tien jaar geleden heeft mijn moeder mij ingeschreven voor een proefles. Samen met mijn broer en zijn vriend nog. Maar uiteindelijk vond ik de sport wel heel erg leuk en bleef ik erop. En zij ging er helaas mee stoppen. In het begin vond ik het gewoon over het algemeen gewoon een leuke sport, leuke mensen. En elke keer wel iets anders, dus heel gevarieerde sport. En naarmate ik de sport meer ging beoefenen, meerdere keren per week ging trainen, toen kwamen er ook meer dingen bij kijken, zoals discipline en andere dingen, aspecten van karate, bijvoorbeeld de achtergrond. En er was altijd wel iets nieuws te leren. Happy! Je hebt dus een prachtig pak aan. Kun je een beetje vertellen wat alles op jouw pak inhoudt? Ja, aan de linkerkant zit mijn embleem van Karate Team Utrecht, waar ik train. Al bijna 10 jaar. En dan heb je een soort van stempel voor van de WKF. Want als je dat niet hebt, dan mag je niet draaien op de wedstrijden met het pak. Dit is een kata pak. En dat is veel steviger dan een kumite pak. Je hebt twee verschillende soorten pakken. En dit is wat mooier, wat groter voor het onderdeel. En mijn zwarte band. En hier staat de KBN op, dus de Karatebond Nederland. En ook het merk van de band. Want hoe snel bleek dat jij zoveel talent had? Ik denk na drie jaar werd ik gevraagd voor de selectie van het onderdeel kata. Dat is dus een schijngevecht, want het wedstrijd karate bestaat uit twee onderdelen. Je hebt kata en kumite. Bij kata dan loop je echt een soort van vast patroontje, net als een dans eigenlijk. Maar dan echt met alleen maar karate technieken en heb je echt heel veel kracht voor nodig. En dat doe je dus alleen tegen, tegen jezelf, tegen denkbeeldige tegenstanders. Ik ben geselecteerd voor het EK karate, in het onderdeel kata. En daar ben ik nu hard voor aan het trainen. En het wordt een drukke periode, ook met mijn examens. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in. Zijn er wel eens momenten dat je denkt, waarom doe ik het ook alweer? Waar ben ik aan begonnen? Af en toe wel, maar dat is echt niet vaak eigenlijk. Want ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Wel heel zwaar natuurlijk, maar ik doe het gewoon omdat ik het wil en leuk vind. Als ik geen zin heb om te trainen, dan push ik mezelf gewoon om te gaan. Want ik heb geen andere keuze eigenlijk. Ik kan niet zomaar afzeggen natuurlijk. En altijd als ik geen zin heb om te trainen en ik ben geweest, dan heb ik toch wel echt een goed gevoel. En achteraf is het toch wel gewoon, is gewoon leuk. Nou, ik leg de lat voor mezelf wel uit mezelf wel heel erg hoog. Dus ik denk dat ik daardoor elke keer weer iets nieuws vind om te verbeteren of om aan te werken. Dus ik denk dat daar mijn motivatie wel vooral ligt. Veel kinderen van 17 jaar die gaan stappen of die gaan met vrienden leuke dingen doen. Hoe doe jij dat? Ik spreek meestal af in de vakanties en in de periodes waar ik geen school heb of
ja, waar het wat rustiger is. Maar ik kan natuurlijk veel minder sociale dingen doen. Net als mijn leeftijdsgenoten of vriendinnen. Ik moet vaak dingen afslaan en ik kan niet naar alles toe natuurlijk. Ook leuke activiteiten met school of familie moet ik ook vaak afslaan. Maar ik vind dat wel soms lastig. Maar ik weet ook wel waarvoor ik het doe. Want ik heb natuurlijk een doel. En dat is gewoon met de top meedraaien. Er zijn natuurlijk ook hele positieve dingen die ik mee kan pakken met topsport. Zoals een wedstrijd in het buitenland. Of ik leer dingen zoals, ja, ik krijg meer discipline. En dat soort dingen vind ik het wel waard om. Het is natuurlijk niet altijd net als mijn leeftijdsgenoten, maar het is wel een heel ander leven wat ook echt super leuk is. In de toekomst zou ik echt heel graag, ja, sowieso weer meerdere keren geselecteerd worden voor het EK of WK. Ja, dat is, zijn wel een van mijn doelen, ja. Heb je ook nog één groot einddoel? Ja, denk podiumplek of goud of Europees kampioen worden. Maar dat, ik zie nog wel.